Toen ik klein was, ging ik geregeld met mijn kleine zusje logeren bij mijn tante Truus. En dat was altijd feest. Want daar mochten we van alles en nog wat doen wat thuis niet kon. Dus 's middags bij de lunch aten we daar een boterham met gekleurde hagelslag. Nou echt, werkelijk waar. Dat hadden we nergens anders als daar. En dan gingen we de ramen zemen. De hele middag lang en alles werd vies en wij maakten ruzie onderling, maar het werd ook weer goed en het was allemaal mooi. Maar het mooiste was 's avonds. Ze had een klein logeerkamertje en er was één bed aan deze kant, daar lag ik. Een bed aan de andere kant, daar lag mijn zusje. En in het midden was precies plek voor één stoel en daar zat mijn tante op. En die zei dan, willen jullie een verhaaltje horen? Ja, natuurlijk. Waar moet dat verhaaltje dan over gaan? Nou, zei een muis, ik wil een muis. En mijn zusje riep dan, een lief eerstbeestje, lief eerstbeestje. En mijn tante ging ter plekke een verhaal verzinnen over een muis en een lieve heersbeestje. En wat er gebeurde, was dat er een soort web geweven werd tussen ons. Maar het werd ook een koepel waar wij met elkaar in zaten. Een veilige ruimte, een plek waar het goed was. En wat ik als kind echt het allerknapste vond, was dat die muis en dat lieve heersbeestje precies hadden meegemaakt wat wij die dag gedaan hadden. Echt waar, mijn tante is een geweldige verhalenverteller. Ik heb veel van haar geleerd over storytelling. En het eerste is dus dat verhalen verbinden. Er wordt een web geweven, je ontmoet elkaar, je hoort elkaar, je ziet elkaar als mens. En het tweede, wat voor mij heel belangrijk is, is verhalen gaan over ons. Alle sprookjes, mythen, films, televisieseries, al die verhalen, ze gaan over ons. En daarom dat ik het met jullie over de reis van de held wil hebben. Dat is zeg maar, nou ja, daar ga ik dadelijk meer over vertellen. Maar eerst wil ik jullie wat vragen. Even kijken wie er in de zaal zit. Een aantal mensen ken ik wel, maar niet iedereen. Ja. Zwaaien naar de camera, die is daar. Wie werkt er bij de provincie Overijssel? Oké, ja. Zijn er mensen die bij een gemeente werken? Ja, dat is een grotere groep. Andere overheden, semi-overheden? UWV, ja, telt. Onderwijs, precies. Wie komt hier voor een bedrijf of heeft zelf een bedrijf? Ja. En wie is hier voor een burgerinitiatief of met een project bezig? Ook, ja. Oké, nou, mooi gevarieerd groepje. Leuk. Nou, mijn naam is Kirsten Notte. Ik ben een storyteller en een beleidsstrateeg. Ik werk al jaren voor de overheid of bij de overheid en het gaat er mij steeds om inwoners, klanten, de mensen, hoe je het ook wilt noemen, centraal te zetten in het beleid. En die vertaling te maken van de menselijke wereld naar de systeemwereld van de overheid. En ik ben de afgelopen jaren daarmee bezig gegaan met verhalen, omdat dat zo'n ontzettend mooie manier is om menselijkheid een plekje te geven. En ik zat dit voor te bereiden en ik dacht, nou, wat je met verhalen allemaal wel niet kan, dat is gigantisch als je het hebt over die participatiesamenleving en die nieuwe samenleving. Dus ik had 20 punten opgeschreven in een tabelletje en ik keek er zelf naar. Ik dacht, dat is iets te veel. Dus ik heb er 4. De tijden veranderen. En ik noem het voor het gemak maar de oude wereld. De afgelopen 20, 30 jaar is er heel veel gedebatteerd en zijn we in de communicatie bezig geweest om elkaar te overtuigen met argumenten. En dat was de manier om samenwerking tot stand te brengen. Maar je ziet nu ontstaan dat het veel meer gaat om het delen van ervaringen en daarnaar luisteren. Allerlei werkmethodes zoals appreciative inquiry, waarderend onderzoeken of co-creatie, die beginnen met in een cirkel zitten en je ervaringen delen. En dat is verhalen vertellen. Ja, ik ga even verder.
Uiterlijk. Het ging om status of om macht. In de reclames werd er flink gefotoshopt. Maar we zijn daar een beetje zat van. En je ziet die behoefte naar echte mensen en authentieke verhalen. En ook in de reclamewereld zie je dus dat storytelling en verhalen vertellen steeds belangrijker wordt. Want in verhalen laat je zien wie je bent. Je kunt jezelf niet verstoppen in een verhaal. Als je over je eigen ervaringen vertelt, dan laat je zien wie je bent. We waren gewend om samenwerkingen te organiseren met contracten, om het juridisch vast te leggen. Maar dat is een beetje doorgeschoten. Want de basis van samenwerking is uiteindelijk dat je contact maakt met elkaar. En weet wie die ander is en waar die voor staat. Zodat je weet van, oh, dit gaat misschien wel wat worden. Kom erbij, Karin. Sorry. Ja. En dat is wat verhalen dus doen, hè? Zoals mijn tante Trus mij leerde, verhalen verbinden mensen. En we willen dingen graag plannen en onder controle hebben. Dat is zo fijn als je weet van, nou, het komend jaar, die stap, die stap, die stap. Prachtige projectmanagementmethodes zijn er ontwikkeld. Maar als je wilt veranderen, als er echt iets nieuws gaat gebeuren, dan kan je het niet plannen, want je weet niet wat er gaat gebeuren. Dus dan moet je gaan experimenteren. Dan ga je beginnen. En dan groeit het. En verhalen zijn nou precies die dingen die daarover vertellen. Verhalen zijn metaforen voor verandering, voor groei en om te leren. En vooral die reis van de held. Die is in de vorige eeuw gemaakt door Joseph Campbell. Dat is een mytholoog. Hij leefde in de crisistijd voor de oorlog. Kon geen werk vinden en is toen in een hutje in het bos gaan zitten en is gaan lezen. 9 uur per dag lezen. Alle mythen, sprookjes, sagen van de hele wereld. En na een paar jaar zei hij, ik zie dat hier een paar terugkerende dingen in voorkomen. Al die verhalen hebben dezelfde soort elementen. En hij noemde dat de reis van de held. En dat wil dan niet zeggen dat ieder verhaal precies hetzelfde is. Dat ieder verhaal al die elementen bevat. Of dat een verhaal een slecht verhaal is als ze ze niet bevatten. Het is geen blauwdruk. Het is geen stappenplan. Maar het is een soort ruggengraat of zo. Een soort skelet van verhalen. Wat je leert herkennen als je het doorhebt en wat je kunt gebruiken. En wij gaan hier met elkaar die reis maken. In een speedversie. Of in een masterclass, zoals jij dat zei. Ja, het is een inspiratiesessie, dus ik wil jullie even helemaal door die reis heen meenemen. Dat je eraan proeft en weet, oh, zo zit dat in elkaar. En dat gaat dus in een razend tempo, maar dat is hartstikke leuk. We gaan gewoon even spelen. Want we zijn allemaal een held of een heldin in ons eigen verhaal. Joseph Campbell en al zijn volgelingen die dit hebben uitgewerkt, zeggen steeds opnieuw, al die sprookjes, verhalen, die gaan over ons. En onze eigen avonturen in ons werk en in ons leven kennen diezelfde soort van opbouw, stappen, als de reis van de held. En mijn vraag aan jullie is, of je voor jezelf even wilt bedenken iets waar je nu mee bezig bent. Oh, dit is hem trouwens, de reis van de held. Even in een vogelvlucht. Bij Joseph Campbell is hij nog wat ingewikkelder, maar er is zoveel mee gebeurd en gedaan. Dus hij is nu in 12 stappen gemaakt. En het is een cirkel. Dus je maakt een rondje. Je komt weer uit waar je begonnen bent, maar als een ander mens. Maar de vraag. Waar gaat het je nu om? Waar ben jij mee bezig in je werk? En dat kan zijn een project. Het kan zijn dat je een taak hebt. Een uitdaging voor jezelf. Iets waarin je bezig bent om die veranderende samenleving vorm te geven. Iets waarmee je bezig bent dat je je realiseert, dit is wat anders. Ik moet hier wat nieuws doen. En bedenk iets
En dan is dat hetgene waarmee jij op reis gaat de komende anderhalf uur. Daarmee ga jij de reis van de held maken. Om te kijken van, oké, waar ben ik nu? Hoe zit dat in elkaar? Wat heb ik nodig? Schrijf dat even voor jezelf op. Of typ het in je iPad. Of sla het op in je geheugen. Heeft iemand daar een vraag over? Heeft iedereen iets? Zijn er mensen die nog hulp nodig hebben? Nee, gaat helemaal goed. Nou, dit is de inleiding. Hebben jullie nog vragen op dit moment? Nou, dan gaan we beginnen. Ik heb de reis van de held in 4 delen opgedeeld. En het eerste deel van de reis staat in het teken van verlangen. En dit plaatje is voor mij echt zo het begin van de reis van de held. We hebben een held, een heldin, een klein meisje. En ze heeft niks anders bij zich dan haar teddybeer. En ze heeft een verlangen. Er is een mooie stad, ergens, ver weg. En ze weet wat haar verlangen is, maar ze weet niet hoe ze er moet komen. Er is geen weg naar de stad. Maar er is wel een begin. De eerste stappen zijn duidelijk. En het verlangen, dat is het belangrijkste hier. Het is zeg maar de motor van het verhaal. Omdat ze dit verlangen heeft, gaat ze op weg. En als je aan het begin van het verhaal staat, dan ben je eigenlijk weer zoals zo'n meisje. Klein. Alles wat je geleerd hebt op school of als werkervaring telt niet meer. Want je gaat iets nieuws doen, dus je weet helemaal niet wat je nodig hebt. Maar je hebt wel je teddybeer bij je. Je hebt altijd wel iets bij je wat bij je hoort en waar je van houdt. En wat goed is voor je. En dit is de cirkel van de reis van de held met het eerste kwart. Het begint bij de proloog, maar het zit eigenlijk net voor het echte verhaal begint. De proloog is, er was eens een meisje, wordt de situatie geschetst. En dan komt de oproep tot het avontuur. Het verlangen wordt duidelijk. Daar ga ik naartoe. En de volgende stap is vervolgens de weigering. Ja maar. Ja maar hoort er altijd bij. En dan komt een mentor, een helper die zegt, maar weet je, je weet het wel, je kan het wel, ik help je, gaan. Ik zal de reis van de held illustreren aan 2 verhalen, een sprookje en een eigen verhaal van mij. Dus het sprookje eerst. Er was eens een molenaar, een hele arme molenaar. En hij had echt, hij was zo arm als een luis, maar hij had wel praatjes voor 10. Hij schepte ongelooflijk op. Bijvoorbeeld dat zijn dochter van stro goud kon spinnen. En de koning kwam langs en die hoorde dat en dacht, nou, dat vind ik wel interessant. Een dame die van stro goud kan spinnen, die mag mee naar het paleis. En zo gebeurde het. En die dame werd daar in het paleis gezet in een grote ruimte met heel veel stro en een spinnenwiel. Dit is de oproep tot avontuur. Ga jij maar van stro goud spinnen. En het wordt dus niet altijd dat je daar zelf kiest, hè, voor zo'n oproep. Ze wordt er gewoon ingeworpen. Hup, goud spinnen jij. En het eerste wat ze doet is, ja, maar dat kan ik niet. En daar heeft ze gelijk in ook, hè. Dat kan ik niet. De weigering. En ze moet ervan huilen. Hoe moet ik nou ooit dit voor elkaar gaan krijgen? En dan ploep, komt er een dwerg tevoorschijn. Oh, wat is er aan de hand, meisje? Oh, moet jij van stro goud spinnen? Daar kan ik je wel mee helpen. En hij is de helper hier in het verhaal. Hiervoor, voordat ik voor mezelf begon, werkte ik bij de gemeente. Want daar zochten ze iemand die een nieuwe toekomstvisie wilde maken voor de gemeente. En die toekomstvisie, die was een soort kanteling, hè?
net als nu kantelingen plaatsvinden, was toen ook. Meer vanuit het perspectief van de inwoner werken, meer samenhang in de beleidsterreinen en een visie hebben. Hè? Een stip op de horizon dat je met elkaar weet, daar gaan we naartoe. Nou dacht ik, dat zijn wel de dingen waar ik in geloof en waar ik voor sta. Dus die oproep voor het avontuur ben ik aangegaan. En ik kwam daar en de tweede dag of zo was er een bijeenkomst van de gemeentesecretaris met de raadsleden. Ze waren al een jaar bezig en het schoot allemaal niet op. En de gemeentesecretaris was de wanhoop nabij en die dacht, ik ga het zelf wel doen. En die was een bijeenkomst gaan beleggen. En na afloop vertelde die me, Kirsten, je moet de piramide van Maslow gebruiken, want de kerntaken van de gemeente zijn alleen maar de basis van de piramide van Maslow. En zo moet je je visie maken. En ik had echt zoiets van, ik ben hier één dag en ik krijg nu dit te horen en ik vind die piramide van Maslow een heel slecht idee. Er is een ontzettende gevecht met hem aangegaan daar ter plekke, van dat het een heel slecht idee was van hem. Maar hij zei, je gaat het zo doen. En dat is ook een weigering, hè? Dat iemand je stop zet. Zo van, oké, je bent hier, denkt dat je een avontuur aangaat, maar stop, tot hier en niet verder. Dus ik ging naar mijn eigen baas toe, zo van, nou weet je joh, gisteravond. En hij zei, ik moet het zo doen en nou kan ik niks zelf ontwikkelen en daarvoor heb je me toch aangenomen. En mijn baas zei, weet je joh, zo is hij. Begin maar gewoon en misschien lukt het wel en misschien lukt het niet en dan komt er wel een andere kans. Hij was mijn helper. Even kijken hoor. Ja, en dan is nu mijn vraag natuurlijk aan jullie. Hoe zit dit in jullie project, in jullie taak, in jullie werk? Dit eerste deel van de reis van de held. En zoek even iemand op, een maatje, dat je met z'n tweeën dit even kan gaan delen. 5 minuten de tijd. En even elkaar van, oké, wat is het waar je mee bezig bent? En vooral dat verlangen. Hè? Dat verlangen is belangrijk om dat te weten. Waarom doe je het eigenlijk? Waarom ben je op weg? Het helpt ontzettend om dat voor jezelf helder te hebben. Dus kijk of je elkaar daarmee kunt helpen om dat helder te krijgen. Mijn verlangen was iets met verhalen te doen. Tot de provincie Overijssel zei, nou, we maken een project, een verhalenjaagproject van je. Ben je ook al een mentor tegengekomen? Nee, nog niet. Maar ik denk wel dat ik die wel tegenkom. Maar hoe gaan we dat ook doen? En dat vraagt iets van ons, van de organisatie, van de gemeente Zwolle. Maar het vraagt ook iets van de mensen in de stad. Want ja, die moeten ook weten dat ze niet meer zomaar kunnen aankloppen van, hey, gemeente, wij willen graag dat daar een speeltuintje komt. Gaan jullie dat voor ons aanleggen? Oké, we gaan verder. De reis gaat altijd weer verder. Ja, waar is het? Precies, het toverstokje. Je kunt de reis niet alleen in 4/4 delen, maar ook in 2/2. Dat is zo interessant. Want je begint in de alledaagse wereld, de gewone wereld, waarin je gewend bent te opereren. En daarin krijg je je oproep tot het avontuur. Maar nu, als je dat eerste kwart gedaan hebt, gaat er iets veranderen. Want er wordt van je gevraagd om echt iets nieuws te gaan doen. En dat wil dus zeggen dat je een andere wereld gaat betreden. Een onbekende wereld. In sprookjes vaak een magische wereld. En je maakt je reis dus door 2 werelden. Je eigen alledaagse vertrouwde wereld en die andere onbekende wereld. En om die nieuwe wereld te betreden heb je moed nodig. De belangrijkste kwaliteit voor dit deel van de reis is moed. Het eerste deel, het eerste kwart, was eigenlijk nog voorbereiden. Waar gaat het me om? Wat wil ik? Kan ik het wel nagaan? Wil ik het wel echt? Komt hulp? Nou, je bent al je krachten aan het verzamelen. Misschien wat nieuwe dingen aan het leren van de mentor. Maar op een gegeven moment is het klaar met voorbereiden. En dan moet je het gaan doen. En dat is hartstikke eng. Wat zijn de stappen dan in de reis van de held? De eerste is de drempel. Er is een soort poortwachter die je even checkt, ben je er echt klaar voor? En als je er niet klaar voor bent, dan keer je gewoon terug naar je leraar. Dat is een soort veiligheidscheck in deze reis.
En het is ook even een krachtmeting van, nou, dat nieuwe wat je gaat doen, kun je dat wel? En als je dat kan, dan wordt de poortwachter vaak je bondgenoot. En dan betreed je die nieuwe wereld, die andere wereld. En daar komen monsters, stiefmoeders, wolven, enge dingen, helpers, magische zwaarden, draken. Je moet opeens hele andere dingen doen waarvan je niet wist dat ze bestonden of dat je ze kon. En verrek, je had je goed voorbereid en je hebt een mentor aan je zijde. Het lukt. Succes. Je hebt iets bereikt. En dat is een moment van inwijding. Nou, dit is een mooi deel van de reis. Dus, de molenaarsdochter zit daar met al dat stro en een spinnenwiel. En die dwerg komt tevoorschijn en vraagt aan haar, wil je echt, wil jij echt van dat stro goud spinnen? Ja, zegt ze. En hij is nu de poortwachter ook geworden. Oké, zegt hij, dan zal ik je helpen. Maar ik wil wel iets ervoor terug. Kun je me betalen? Nou, ze heeft nog een ketting om te zeggen, je mag mijn ketting hebben. En daarmee betreedt zij de nieuwe wereld. En die dwerg, die gaat aan de gang, hè, die pakt dat stro, hup, en in no time ligt daar de hele ruimte vol goud. En vloep weg, en de koning de volgende dag, oh, geweldig, nou wil ik, dat wil ik nog wel een keer. Oké, dus ze zit daar weer, hè, ja, het zijn meerdere avonturen die je hier meemaakt. Nou, weer huilen, komt die dwerg weer, ja, zegt hij, nou ja, heb je nog iets om hem? Een ring, goed, zij betaalt de ring, hup, weer goud. Koning nog blijer en zegt, als je het nog een keer doet, dan trouw ik met je. Ze zit daar en ze heeft niks meer. De dwerg komt, maar ze kan hem niet betalen. Dan zegt de dwerg, als je nou mij jouw eerste kind belooft, dan zal ik je nu ook weer helpen. En ze denkt, ja, man. Nou ja, weet je, misschien komt hij wel niet terug, misschien krijg ik wel geen kinderen. Zo'n vaart zal het niet lopen. Ik beloof het. En weer goud. Koning blij, ze trouwen en ze krijgen een kind. En dat is het moment van de inwijding. Hè? Een huwelijk, een verbintenis, een kind. Dat zijn de momenten van, succes. Dit is het hoogtepunt van het verhaal. Mijn verhaal. Ik begin met het maken van die toekomstvisie. Ga praten met beleidsmedewerkers in huis, de deskundigen, de inhoudelijke deskundigen. Lever mijn eerste stuk af en de gemeentesecretaris geeft het terug met een grote krul erop. Goed zo, ga zo door. Ik heb de drempel genomen. Ik mag echt aan de slag. En dan komt er een heel lang proces om zo'n toekomstvisie te maken, waarin ik allemaal nieuwe dingen leer. Ik ging voorbij de gebruikelijke gemeentelijke hiërarchie. Ik dacht, als ik met al die afdelingshoofden moet gaan praten, jongens, dat wordt helemaal niks. Zitten hier afdelingshoofden bij? Ik hoop dat ik jullie... De inhoudelijke deskundigheid zit bij de beleidsmedewerkers. En daar moet ik weten waar het om gaat in hun terrein. Dus ik ben daar langs gegaan. Een beetje naïef en een beetje, hup. Nou ja, dus er komt er dan ook eentje die ging klagen bij mijn baas. Zo van, hey, die Kirst is beter bezig met die toekomstvisie, maar ze praat niet met mij. Maar mijn baas hielp me, was een goede helper. En die legde het uit en het was helemaal oké, dat komt allemaal nog. En wordt nog allemaal teruggekoppeld en je krijgt nog al je ruimte voor inspraak. En er gebeurt niks zonder dat je, prima. Een ander ding, op een gegeven moment, was die toekomstvisie klaar en zei de gemeentesecretaris, die mijn grootste helper werd uiteindelijk. Maar die inwoners moeten wel wat te kiezen hebben. Als wij vanuit het perspectief van de inwoners willen werken, moeten ze wel wat kiezen. En meestal zijn gemeentelijke nota's en provinciale nota's dus gewoon een voorstel. Dan kun je ja of nee tegen zeggen. En hij wilde echt een keuze. Dus ik heb 4 scenario's gemaakt. Die pasten bij het karakter van de gemeente. En met die 4 scenario's zijn we op pad gegaan, echt de hele gemeente rond en overal inwoners die daarover discussieerden. Nou, het was echt een fantastisch, en dat verzinnen we, ik had een hele goede communicatieadviseur er ook bij, dus heel veel hulp was het. Het was echt een samenwerkingsproject en het ging hartstikke goed. En na een jaar lag daar dus een toekomstvisie. Een echte toekomstvisie, vastgesteld door de gemeenteraad, goede inspraakronde. Nou, succes! Hartstikke mooi. Voor een heleboel mensen was dit heel mooi. Hoe zit dat in jouw project, in jouw werk? De vraag is weer, ga je hier even met elkaar over praten?
En de vraag is ook, toon moed hierin. Ga elkaar goed doorvragen om het concreet te krijgen. Op welke momenten gebeurde het nou? Wat waren de obstakels die je tegenkwam? Wat heb je gedaan om ze te overwinnen? Was er een drempel die je tegenkwam? En probeer zo, want verhalen zijn interessant, worden steeds interessanter als ze concreter worden. Hoe concreter, hoe beter. Gewoon namen kunnen noemen, situaties, momenten, plekken. En help elkaar daarin, hè? Dat je gewoon vraagt. Wie was het dan? Waar was het dan? Wanneer was het dan? En het is soms even wennen, want we zijn in organisaties gewend ook om in algemene termen met elkaar te praten. Maar ik vraag jullie om moedig te zijn en om het uit te proberen. Hè? Het is een spelletje wat we spelen. We gaan op weg met de reis van de held, dus... Probeer het eens. Ja, ga maar weer 5 minuten ongeveer met elkaar bezig over jouw project. Ik stap altijd weer in een wereld die ik niet ken. Ja, maar ik vind het wel boeiend dat ik het nu eens hoor. Want ik heb het eigenlijk nooit zo aan de hand van deze cirkel zo mijn werk bekeken. Nee, precies. Voor mij was het doel om meer vanuit mezelf, weet je, creatieve dingen te doen. Dingen te doen waar ik energie van krijg. En dat is eigenlijk vlekkeloos verlopen daardoor. Ja. Op sommige momenten in de reis ben jij de held, degene die de reis maakt. Maar je bent ook een figuur in de reis van andere mensen. Dus mijn baas, de gemeentesecretaris, een communicatieadviseur, de griffier, waren allemaal helpers voor mij. Maar ik was ook voor hun een helper. He, dus we zitten met ons leven en ons werk zo in elkaar verweven, in elkaars cirkel. De gemeentesecretaris heeft tegelijkertijd met mij, realiseer ik me dan achteraf, diezelfde reis gemaakt. Die had ook zo'n oproep, zo'n verlangen. Ik wil zo'n toekomstvisie. En maakt dus een vacature en krijgt dan iemand en hij denkt, oh, dat wordt weer niks. Maar hij krijgt hulp van mijn baas, van mij, weet ik veel wie. En denk, oh ja, oké, ga maar. En hij heeft toen ook allerlei dingen gedaan in die nieuwe wereld. Dat hij dacht, oh, dit is een mooie kans, zeg. Dit gaat goed. Weet je wat ik doe? Ik zet al het nieuwe beleid stop. Want het is altijd, was daar in ieder geval. Soms gaat dat een beetje, nou ja, van alle kanten plopt er nieuw beleid op in een organisatie. De gemeenteraad vraagt erom, een burger vraagt erom, iemand heeft het idee dat het moet. En hij probeerde daar grip op te krijgen met zo'n toekomstvisie. En hij dacht, dit gaat me nu lukken, dus ik zet het nu allemaal stop. En dat was een gigantische ingreep in de organisatie. Hè. Dat gaf ook heel veel gedoe, maar hij stond ervoor. En dat heeft heel veel ruimte en lucht geschapen. Heel veel goede discussies opgeleverd. Zo van, waarom maak je nou eigenlijk nieuw beleid? Omdat je dat altijd gewend bent om te doen, omdat je maar reageert op elke vraag. Of is er iets waar je voor staat en wat van belang is? Nou ja, dus in die zin zijn we ook met elkaar bezig in die reizen. We gaan verder. Want de cirkel is in nog 2 helften te delen. En we kunnen zeggen dat het eerste deel wat we nu hebben gehad is de heenweg. Op weg naar het doel wat je voor ogen had. Maar dan moet je nog terug. En ik heb een keer een lezing bijgewoond. Ik weet niet meer hoe die heet, van een Nederlandse bergbeklimmer. En die was de K2 beklommen. Dank jullie wel. En hij zei, de Mount Everest, hè, dat is de hoogste berg. Dat is echt flut met een rietje. Is er gewoon een wandelpad en je loopt erop. Niet interessant. Maar die K2, dat is de ene hoogste berg. Die is gevaarlijk, die wil ik doen. En hij is gaan voorbereiden. Hè? Een echte held bereidt zijn reis voor. En hij kwam erachter, hij ging onderzoeken, waar gaat het nou mis? Waar vinden de ongelukken plaats? Waar vinden de ongelukken plaats? Op de terugweg. Zo vlak na de top, als mensen in de euforie zitten, het is gelukt, dan gaat het makkelijk mis. En hij realiseerde zich, wil ik dus een goede beklimming doen, dan is het doel niet alleen om de top te bereiken, maar ook om weer thuis te komen. En Joseph Campbell zegt hetzelfde, en hij heeft er een paar mooie voorbeelden van met sprookjes. De terugreis is het moeilijkste. Let op, beware, beware. Dus we gaan eens kijken.
In het derde deel, in het derde kwart, kom je erachter dat je niet alles in de hand hebt. En is de opgave, de vraag of je je wilt overgeven aan de grotere krachten waar je onderdeel van bent. En dit is een plaatje van de drie schikgodinnen. De Germaanse variant. Die stam die helden beschouwt als mensen die vlees eten. Die hadden deze drie nornen. Die de draad van het leven spinnen. Weven. En op een gegeven moment afknippen. Dat het klaar is. En daar heb je als mens niks op in te brengen. Hoe ziet dat eruit in de reis van de held? Na het hoogtepunt komt het dieptepunt. Dit is echt het hart van de reis. De pleuris breekt uit. Crisis. Het monster wat je dacht verslagen te hebben, heeft al zijn bondgenoten verzameld en komt sterker dan ooit weer naar je toe. Oh. Wat doe je dan? Alles valt in duigen. Je denkt dat alles voor niks is geweest, dat het niet gelukt is. Dan is er de dolk. En dat wil zeggen dat je op zo'n moment gewoon een keuze moet maken. Een rigoureuze keuze. Pijnlijk soms, tussen twee kwaden. Of iemand anders neemt die keuze voor jou als onderdeel van die crisis en steekt de dolk in je rug. Verraad. De dwaas die als pion wordt opgeofferd in het schaakspel van iemand anders. Of het is een moment van inzicht. Maar daar ging het eigenlijk om. Dit is er aan de hand. En als het stof van de ellende dan is neergedaald en alles verloren lijkt, dan kom je opnieuw bij jezelf met de vraag, en wat blijft er dan over? Waar gaat het me nou eigenlijk echt om? Dit is een hele belangrijke fase, want hier leer je. Hier verandert er iets. De molenaarsdochter is koningin geworden en heeft een kind gekregen. En ploep, daar verschijnt die dwerg. Ik kom je kind ophalen. Crisis. En ze beseft, ik heb de verkeerde belofte gegeven. Ik had mijn kind niet moeten ruilen voor stro in goud spinnen. En ze begint met hem te onderhandelen. Ja, maar je kunt voor mij die schatten krijgen en al het goud. En ik heb nog zo'n mooie ketting en ring. Heb ik nog meer voor je? Nee, zegt die dwerg. Iets levends is van veel grotere waarde dan al het goud en edelstenen en schatten die jij mij te bieden hebt. Ja, denkt ze. Oké, maar ze beseft dus haar dolk moment, ik heb mezelf verraden. Ik heb de verkeerde belofte gedaan. En het licht zit er ook bij, ze weet wel waar het nu om gaat. Het gaat om haar kind, het gaat om het leven. Nou, ik had een mooie toekomstvisie gemaakt en iedereen was er blij mee en er werd mee gewerkt. En heel mooi. En dus toen kwam er een grote reorganisatie. En mijn plekje veranderde, ik kwam in de directiestaf terecht. En de gemeentesecretaris werd nu mijn baas, dat was nog helemaal prima. En die zei, nou, er moet nu een meerjarenprogramma komen. Want dit moet concreter gemaakt worden. En jij wordt daarin een soort adviseur, Kirsten, maar de afdelingshoofden worden hierin belangrijk, want het moet uitgevoerd gaan worden daar. Nou, prima. En de directeursposities waren veranderd. De inhoudelijke directeuren die waren weg en er was nu een directeur bedrijfsvoering en een directeur beleid en strategie gekomen. En de directeur beleid en strategie, zei hij, dat wordt de grote trekker. En Vos kreeg mijn baas, de gemeentesecretaris, een hartaanval en was verdwenen van het schouwspel binnen de gemeentelijke organisatie. Mijn helper was weg. Dat gebeurt in deze fase van de held ook vaak. De helper is, of je mentor, is verdwenen. Je moet het nu zelf doen. Daar gaat het om. In het begin krijg je hulp, maar nu moet je het zelf doen. En ik ga met de directeur praten, de nieuwe directeur praten, en die zegt tegen me, Kirsten, je hebt hartstikke goed werk gedaan, maar nu ga ik het doen. Jij mag terug naar je gewone dagelijkse bezigheden. Ik heb je niet langer nodig. Daar is het gat van de deur. Nou, dit is een beetje mijn samenvatting, hè, van dat gesprek. Het
ging iets subtieler, maar daar kwam het op neer. En ik dacht, ja maar, dit is mijn werk. Ik heb geen ander werk. Hiervoor ben ik aangenomen, om dit soort dingen vorm te geven. Nou, dat was wel een dolk moment. Toen voelde ik me wel een pionnetje dat geofferd werd in een ander spel. En dat was helemaal niet leuk. Dit is dus helemaal niet leuk. Ook, hè, deze fase van de reis, niet zo leuk. Dus ik zat daar mijn wonden te likken en te denken, oké, maar waar gaat het me nu over? Ik wilde een visie maken vanuit het perspectief van de inwoners. Dat er in samenhang gewerkt ging worden en dat er een gedeelde visie was waar we met z'n allen naartoe werken. Ja, dan heb je natuurlijk wel die hele organisatie nodig en al die afdelingshoofden. Kijk, in het maken kan ik daar wel een beetje langs fietsen. Maar in het uitvoeren kan dat niet. Dan moet dat gewoon in de gereguliere lijn van de organisatie terechtkomen. Dus de lijn die hier gekozen is, die klopt. En ik wil natuurlijk wel dat die uitgevoerd wordt. Want zo'n mooie visie die in een bureaula verdwijnt, die zijn er meer dan genoeg. Dat wil ik ook niet. Ik wil wel dat iedereen hiermee werkt. En ik wil ook wel dat die burgers, die inwoners merken van, oh ja, er wordt nu anders gewerkt bij die gemeente. Dat kan ik ook niet in mijn eentje. Dus dat was een les voor mij, dat ik dacht, ja, ik was misschien ook wel een beetje hoogmoedig en arrogant bezig geweest in die eerste helft. Dat ik dacht dat ik het allemaal wel kon. Blij met alle hulp, maar ik kan overal wel langs fietsen. Zo van een soberende les, zeg maar. Een lesje in nederigheid. Oké, zo werkt het niet. Wat er ook bij hoort is dat je beseft dat je maar een klein pionnetje bent in het grote geheel. En dat het grote geheel hetgeen is wat het moet doen en het moet waarmaken. Dus dat was mijn moment dat ik dacht, oké. Nou, de gemeentesecretaris werd weer beter. Dat was zijn crisis, hè? Na zijn inwijding was zijn crisis. Een crisis is soms ook dat je ziek wordt. En hij kwam ook als een ander mens terug. Want hij was iemand die ontzettend dirigerend was. Zoals hij tegen mij had gezegd, je moet het zo doen. Dat deed hij met de hele organisatie. En daar is hij mee opgehouden vanaf dat moment. Hij realiseerde zich, had ook zo'n soort les geleerd. Zo van, echt een fantastische leider geworden in die periode. Heel mooi. Dus al met al heeft hij die directeur op aangesproken. Zo van, ja... Jij bent natuurlijk de baas van het project, maar Kiersen gaat je wel helpen, want je hebt hem nodig, want die heeft kwaliteiten die jij niet hebt. Dus wij hebben een wapenstilstand gesloten en hebben een nieuwe verhouding gevonden en zijn samen dat proces verder gaan trekken met al die afdelingshoofden erbij. En ik duidelijk in een andere rol als adviseur. Want het eerste deel was ik meer de trekker, het gezicht van het geheel, en nu was ik meer de adviseur geworden. En ging het verhaal dus weer verder. En dit zijn dus, dit is een fase in die reis die we vaak liever overslaan, zeg maar. Je ziet dus ook vaak in organisaties dat er allemaal plannen zijn, leuk, dus goed. En die eerste helft wordt mooi doorgewerkt, er is een resultaat en is klaar. Hup, en dan het volgende. Maar dit is dus nodig om te groeien. Om volwassen te worden, om het in te bedden, om het aan te laten haken. Ik denk trouwens aan de andere kant, onze politiek zit bij voorkeur graag hier. Er is crisis, dus we kunnen harde maatregelen nemen. Weinig verhalen over van dit is waar het ons om gaat in de politiek, wat we willen bereiken. Dus weinig verlangen van dit is waar we voor staan. Dit is even een hele ruwe visie, hè. Maar als er crisis is, ja, dan is iedereen klaar. Goed zo, er is crisis, nou moet er iets gebeuren en nou hebben we een reden om beslissingen te nemen en door te pakken. Dus dat is in de politiek zie je deze vaak plaatsvinden. Crisis, ja, actie. Oké. Opnieuw natuurlijk voor jullie de vraag hoe het in jouw project zit, in jouw werk zit met deze fase. En daar een andere vraag bij. Ga eens goed luisteren naar elkaar.
Want dit zijn niet de makkelijkste verhalen om te vertellen. Dit is niet leuk. En door te luisteren maak je voor die ander ruimte om dat verhaal verteld te laten worden. En misschien als je aan het luisteren bent, denk je, jeetje man, dit is wel erg. En wil je gaan helpen, advies geven. Dat hoeft helemaal niet. Echt het grootste cadeau wat je iemand kan geven is naar een verhaal luisteren. Dus je kunt elkaar weer helpen in deze fase. En deze keer door te luisteren. Zou je ook vooruit kunnen kijken, denken van wat voor crisis zou ik kunnen tegenkomen in mijn project? Of is dat niet verstandig? Verschillende leeftijden, verschillende ervaringen, verschillende types. Dus dat kun je op onderdelen, kun je dat wel delen. Dus toen hebben we eigenlijk alle zeilen moeten bijzetten van gewoon wat doen we nu? Dus op een gegeven moment toen ik door had van ja, dit gaat niet goed. Merken jullie het verschil? Ja, ben je somber? Of nee, ja. Wat ik merkte is dat het rustiger was. De energie was rustiger, er werd minder hard gepraat. Jullie waren ook eerder stil. Het vierde deel. Dan ga je weer terug naar de alledaagse wereld. Je hebt je lessen geleerd in de andere wereld. En je bent nu klaar om in die gewone wereld te komen brengen wat jij geleerd hebt. Om het zwaard wat je geroofd hebt daar te hanteren. En dit laatste deel staat in het teken van dienstbaarheid. Je weet nu wat je kan, wat je verlangen is, waar het je om gaat in het leven, wat je ideaal is of wat je principe is. En je bent bereid om daarvoor te vechten in de alledaagse wereld. En dit vond ik een prachtig plaatje om dit te illustreren. Deze student die staat voor de democratie. Wat de consequenties daar ook voor zijn. En dat is dus een held die echt weet van het gaat niet meer om mij, maar het gaat om iets groters waar ik dienstbaar aan ben. En dat maakt ongelooflijke indruk. Ik denk van wow, dat is mooi. En de eerste stap is weer een soort drempel om terug te keren naar die alledaagse wereld, is zo'n moment als van die student. Durf je te staan waar jij in gelooft. Er komt een uitdaging op je pad waar aan jou gevraagd wordt, de dood of de gladiolen. Nu sta je ervoor, of het is klaar. En als je die test doormaakt, als je daarin slaagt, als je die weet te pakken van maar nu heb ik het vertrouwen, nu heb ik de basis dat ik weet dat ik dit kan, dan heb je het allemaal geleerd. En dan kun je het elixir naar de gemeenschap brengen. Dan kun je datgene wat jij, jouw wijsheid, jouw talenten, kun je gaan uitdelen voor de gemeenschap. Niet meer voor jezelf, maar dan doe je het voor de anderen. En als je dat dan een poosje doet, dan wordt dat weer een doorgaande gewone situatie. En dat wordt dan langzamerhand een proloog voor een nieuw verhaal. Want op een gegeven moment komt daar dan weer een barstje in en dat iets toch niet helemaal klopt. En dan komt er weer een nieuwe oproep. En dan gaat het hele verhaal weer opnieuw. Dus, de molenaarsdochter, de koningin, had met de dwerg onderhandeld. Of die was met de dwerg aan het onderhandelen en hij zei nee, 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 ik wil je kind. Ik wil geen andere schatten. Maar ze wist nu waar het om ging. Het ging echt om haar kind. Alles, alles, alles ging ze erop zetten om haar kind te behouden. En ze smeekte hem en hoe ze het voor elkaar kreeg, maar hij zei uiteindelijk, het is goed, als jij weet hoe ik heet, dan mag je je kind houden. Maar dat raad je toch nooit. Dus zij heeft op dat moment, kon ze ervoor staan. Maar nu sta ik voor mijn kind. En dat heeft de ander, dat overtuigt een ander. Nou, ze raden een heleboel namen. Ik mocht 3 keer raden. De eerste dag,
allemaal gewone namen, dat was het niet. De tweede dag ingewikkelde namen, dat was het niet. En een dienaar kwam terug en die meldde dat hij ergens ver weg in het land een dwerg had zien dansen rond een vuurtje, terwijl hij een liedje zong. Niemand weet dat ik Repelsteeltje heet. En dus kon ze, toen hij de derde keer kwam, zeggen, jij heet Repelsteeltje. En de dwerg trok zichzelf van ellende in tweeën en verdween van het toneel. Ze bleef bij haar kind en ze is een wijze koningin geworden, die wist waar het om gaat voor haar onderdanen. En ze leefden allemaal nog lang en gelukkig. In dat proces van het miljardenprogramma maken, dat ging lekker verder. En op een gegeven moment moest het ook weer met het bestuur worden kortgesloten. Hoe gaan we dit dan uitwerken? En die bestuurders die hadden zoiets, die wilden dat natuurlijk naar zich toe trekken. Van, wij zijn hier leading in. En nou ja, dus dat spanningsveld. Dus op een dag kwam de burgemeester mijn kamer binnenstormen. Want hij was portefeuillehouder, verantwoordelijk bestuurder. Kirsten, we moeten nou iets samen gaan doen. Maar ik wil wel dat niet al die afdelingshoofden en zo daarbij zitten, want we moeten het met elkaar gaan bepalen. En ik dacht, ja, maar nu komt het er dus op aan. Hè? De beslissingen vallen zelden in de formele vergaderingen. Dat gebeurt ergens anders. Ik dacht, nu moet ik wel staan voor waar ik in geloof. Dus ik heb gezegd, nee, dat gebeurt niet. Die afdelingshoofden en die directeur, die moeten erbij zijn. Want als de organisatie dit niet draagt en doet en ervoor staat, dan is de uitvoering verloren. Maar we doen het dan wel op zo'n manier dat jullie de discussie kunnen leiden. Oké, nou dat was goed. Dus er is een proces verzonnen van 6 bijeenkomsten, 7 bijeenkomsten. En het meerjarenprogramma is gemaakt. En de burgemeester heeft dat fantastisch geleid, die bijeenkomsten. Mooie discussies. Vastgesteld. En het is de basis geworden voor de planning- en controlcyclus. Voor de programmabegroting. Voor de beleidsplannen van de afdelingen. En toen een jaar later voor de verkiezingsprogramma's van de politieke partijen. En er was op een dag dat ik door het gemeentehuis liep, zoals ik wel vaker deed, in mijn functie altijd met veel mensen contact. En dat ik zo merkte van, hé, er is hier echt wat veranderd in dit huis. Er was een kamer, een projectkamer ingericht en waren ze bezig met het masterplan voor het centrum. En in een andere kamer zaten de plattelandsmensen met de leaderprojecten die waren bezig. En ik liep daar zo langs en het was één geheel. Het was een zoemende bijenkorf die met elkaar bezig was voor die betere gemeente. In samenhang voor die inwoners. Dat was één moment zo dat ik dat kon voelen en denk van, oh jeetje. Dit is waar het om gaat bij een gemeente. Wat ben ik dankbaar. Dankbaarheid is dus hier iets dat ik hier mijn bijdrage aan heb kunnen leveren en dat ik dit zo mee kan maken. Nou, en vervolgens werd dat ding natuurlijk weer geëvalueerd en veranderd. En dan komen er weer allemaal nieuwe avonturen. Toen ik zo bezig was, ik had ook met heel veel inwoners gesproken, maar er altijd een paar die ik zo in mijn hoofd had. Er was daar zo'n dorpshuis in een van die dorpen waar mensen echt hard eraan trokken om dat ding open te houden. Daar doe ik het voor. En er waren een paar ondernemers die kwamen, zeiden van ja, de gemeente komt langs voor de bijstandmensen en het UWV komt langs voor de reïntegratie en de scholen komen langs voor stagiaires en dan komt er nog eens een extra project, komen jullie weer langs en ik kreeg alsmaar mensen langs die iets wilden met hun, met werknemers. En ik dacht van ja, dat is dus ook iets, hè? Dat is ook, daar doe je het ook voor. Dus mijn vraag aan jullie is nu, voor wie doe jij je werk? Is er iemand waarvan je denkt, ja, voor die persoon hoop ik dat die er beter van wordt? Dat is eigenlijk degene voor wie ik het doe. En probeer echt een concreet persoon, hè? Dus niet een inwoner, een
werklozen, een voetbalcoach, maar iemand die een naam heeft. Concreet mens. Dan bied ik jullie nu de kans om iets betekenisvol te gaan doen voor die persoon. En dat is namelijk naar die persoon toe te gaan en zijn of haar verhaal op te halen. Ernaar toe te gaan en te luisteren waar het die persoon om gaat. Dus je gaat niet met die persoon in gesprek om te vertellen wat jij doet, wat jouw werk is binnen de gemeente of het UWV of waar je ook zit. Je gaat ook niet naar die persoon toe om feedback op te halen. Doe ik het wel goed? Wat vind je ervan? Wat zou je anders willen? Maar je gaat naar die persoon toe met de vraag, waar gaat het jou om? Wat is jouw verlangen in het leven? Waar sta jij voor? Waar word jij blij van? En vertel daar eens over. Willen jullie dat doen? Nou, want dan wil ik dat even concreet maken, dat je nu je mobieltje mag pakken. Ik had jullie gevraagd, in de uitnodiging stond je, mag je mobieltje meenemen. En dan mag je je mobieltje aanzetten deze keer in de bijeenkomst. En vragen om met iemand op te bellen om die afspraak te maken. Ja, als je iets wilt, moet je het ook doen, hè. Meteen concreet worden. Pak maar je mobieltje. Als je dat gesprek nu hebt gehad, als je dat verhaal hebt gehoord, zou ik je willen vragen om het ook op te schrijven. Want schrijven is een ontzettend goed hulpmiddel om dingen te verwerken, te ordenen, te doorgronden, te verdiepen en je ermee te verbinden. Dus ga niet alleen dat gesprek aan, maar maak ook een verslag. Schrijf het op. Neem het echt serieus. Van ik ga luisteren en ik ga die persoon zo respecteren dat ik haar of zijn woorden op papier ga zetten. En dat kun je dan ook kortsluiten met die persoon, terugsturen van nou, klopt dat een beetje wat ik ervan gemaakt heb? Of heb je hier nog commentaar op? Even kijken. En we hebben het geoefend. Vanochtend, hoe je dit aan kunt pakken. De belangrijkste is de zoektocht naar wat is het verlangen van die persoon? Wat is de droom van die persoon? Waar gaat hem of haar het om in het leven? Vraag daarnaar. En ga dan lekker doorvragen. Heb de moed om door te vragen. Maak het concreet, geef voorbeelden. Waar ben je trots op? Wat was moeilijk? Zoek de emoties op. Daar zitten de verhalen. En het volgende wat je kunt doen is luisteren. Hè? Dat hebben jullie net ook gedaan. Als je luistert, dan ben jij niet meer die stuurt wat er komt, maar dan krijg je terug wat die persoon wil vertellen. En de vierde stap, de vierde tip. Kijk. Is goed. Afspraak is bevestigd. doe het. En als je die vierde stap van de held is dat je weer terug bent in die alledaagse wereld en daar ook daadwerkelijk iets doet. Doe het. Maak die afspraak, schrijf het op. Dan hebben we een primeur. De provincie heeft namelijk een website waarop verhalen verzameld worden over het leven in Overijssel. En die website is vernieuwd. En dat is gisteravond online geplaatst, dus dat is net nieuw voor ons om naar te kijken. Dat zou nu moeten werken. Tada! Nou, zoiets ziet hij eruit.
Dit is een quote die erop staat. En mensen kunnen daar zelf hun verhaal plaatsen over wat ze meemaken in het leven in Overijssel. En er staan al een boel leuke verhalen op. Over een jongetje van 11 die een rapnummer heeft geschreven. Over een dame die kinderen uit Polen thuis heeft gehad en toen naar Polen is afgereisd om daar, en daar heeft gemerkt hoe mooie schaakstukken ze daar maken en daar een winkel in is begonnen. En daar staan al verschillende verhalen op. En dat project doe ik samen met Jan Zwageman, die daar zit. Daar. En ik help ook met het zoeken en verzamelen van verhalen. En mijn vraag aan jullie is, als je dat verhaal dan hebt opgehaald en hebt opgeschreven, dan bieden wij jullie een platform om dat ook te plaatsen. Om het te delen met elkaar. Want al die verhalen samen, al die kleine verhalen over het leven in Overijssel, maken samen het grote verhaal wat Overijssel is. Wat de identiteit van Overijssel is. Wij zijn samen dat verhaal van Overijssel. Dit is de hele reis die we hebben gemaakt. En ik heb jullie niet zozeer gevraagd hoe het in die vierde kwart zat. Ergens ervan uitgaan dat je daar nog niet bent. Maar ook omdat ik echt iets wilde doen. Maar nu je het helemaal zo hebt doorlopen, kun je voor jezelf even terugkijken van waar sta ik nu met mijn project? Op welke plek in de reis van de held ben ik zo ongeveer? En wat heb ik dan nodig? Dit is een kans om dus voor jezelf even van, oh, wat heb ik hier nou aan? Kun je nagaan, wat heb ik dan nodig? Als je bij de weigering bent, kun je bedenken, oh, ik heb hulp nodig. Zoals jullie daarachter zeiden. Als je merkt van, ik zit in die crisis. Jongens, dit is echt ellende. Weet je van, oh, misschien moet ik een rigoureuze beslissing nemen. Kijk maar even of je dat voor jezelf kunt bepalen en heb het daar eventjes over met elkaar. Waar ben ik? Wat heb ik nodig? Je kunt nu wel, zoals jij nu zit in die inwijding, maar dan kan er ook, nou wat zij vertelt, de gemeentesecretaris, dat het hard aan valt. Ja. En je zit ineens in een nieuwe situatie, dan moet je misschien wel weer helemaal opnieuw beginnen. Ja. Ja, we moeten echt gaan afronden. Deze wilde ik nog even met jullie delen. Joseph Campbell zegt, als je klaar bent met de reis, ben je een meester geworden van de twee werelden. Die alledaagse wereld en die andere wereld. En die twee werelden blijven dus ook altijd bestaan. Hè, soms dan lijkt het wel eens van met z'n allen nu op weg zijn naar die andere wereld. Maar die wereld waarin juridische afspraken gemaakt worden, waarin gedebatteerd wordt, waar een planning- en controlcyclus de gang van een overheid bepaalt, die blijft er ook gewoon. En de grote kunst zit erin om in beide werelden de weg te weten en die werelden met elkaar te verbinden. En dus dat is dan wat ik hoop, dat dat gaat lukken, dat dat ons de komende jaren gaat lukken, dat we die menselijke kant met die planning- en controlcyclus kunnen verbinden. En dat we dat verhalen vertellen en luisteren in die politieke discussies kunnen brengen. Hè? Nou, dit was de reis van de held in een speedversie. Ik hoop dat jullie een beetje hebben kunnen proeven aan wat je kan met verhalen. Er kan ongelooflijk veel meer met verhalen, maar dit is in ieder geval dat je ze kunt gebruiken als een symbool voor je eigen processen waar je in zit. Als een hulpmiddel voor je eigen processen. Ergens hoop ik nog eens een keertje dat ik bij een gemeente een project zou kunnen draaien dat we dit als ons projectplan hebben. Dit is wat we gaan doen. We zeggen het verlangen en de stappen zijn de reis van de held. Ik ben heel benieuwd wat er dan zou gebeuren. Wat jullie ook gedaan hebben is even verhalen ophalen en luisteren naar verhalen. En horen wat persoonlijke ervaringen van mensen, wat je daaraan hebt, wat je dat te brengen heeft. Of als je je persoonlijke ervaring deelt, wat je daar zelf van leert. Maar er kan echt zo. En ik hoop maar dat jullie gewoon het
van hebben genoten en denkt, oh, verhalen, dat is een mooie manier om met dit soort dingen om te gaan. Dat is een verrijking voor beleid of voor organisatieveranderingen. Dankjewel. Ik vond het echt heel bijzonder. Ik vond het heel leuk om mee te maken. Ik was ook heel benieuwd hoe Kirsten dat zou doen met het storytelling, verhalen vertellen. En ja, die hele cirkel, het verhaal van het reis van de held. Dat was enorm boeiend en ook voor jezelf, voor je eigen werk. Ik heb er echt veel aan gehad. Ja. Het is sowieso leuk om even uit de dagelijkse wereld te zijn en even in een andere wereld te stappen. En ik vond het inspirerend. Oh, ik vond het wel interessant, ja. Ja. Dat gaf weer even een lijn aan in waar je mee bezig bent. Je bent altijd maar een beetje met iets bezig, met een proces. Maar je hebt nooit helder van waar zit ik nou eigenlijk. En dat je elke keer weer een drempel over moet, daar ben je niet zo bewust van. En dit helpt daar weer bij. Ja, eigenlijk weet je een heleboel dingen weet je wel. Maar je krijgt nu wordt het eens even in een cirkel gezet. En uiteindelijk is de cirkel dan weer rond en... Dus ik vond dat wel leerzaam zo. Ik denk, ik herken een hoop verhalen, ook in mijn dagelijkse werk. Of ik er iets van kan toepassen misschien, dat weet ik nog niet. Dat moet ik echt even nog laten zakken. De cirkel die Kirsten daar gebruikt, ja, dat ordent. En ik vond het echt een cadeautje vanochtend. Ja.